Ja. Nou, we rijden vanmorgen eerst, we rijden de deelnemers op het terrein van meneer Ranter. Allemaal onder controle. En de Oosmans-Degen rijden ze een dressuurproef. Als ze daar klaar mee zijn, dan komen ze op dit terrein om een vaardigheidsparcours te rijden. En als dat allemaal goed verlopen is, als het goed is, spannen ze de paarden dan weer uit. En spannen ze morgen weer aan voor het laatste onderdeel, de marathon. En dat vindt plaats hier op het hele terrein met 6 hindernissen en een mooie waterbak. En aan de hand van de strafpunten die ze hebben gereden over die 2 dagen wordt er een klassement opgemaakt. En dan komen er een ponywinnaar en een paardenwinnaar uit per klasse, in de klasse L, M, Z. En we hebben ook nog een oefende rubriek en een rubriek voor jonge paarden. Een 7/13. Nummer hier op de arbeidstak. Hiermee kun je de reservewiel vervangen, dus dat is ook de bedoeling, denk ik. Hou maar. Dan ben ik zo gewend. Met een man niet kwijt. Ja, oké, maar. Ik denk dat er allemaal omheen geklikt en gedaan en zo. Ja. Ook heel ja, dan komt Richard en dan komt Ramon Rennek. Ja, dat moet gaan op dit gaten. En hoe gaat het, Richard? Hoe breed moet dat zijn? De breedte? Even kijken of het sloot is. Het blijft 153. Oké, van paard 11. Ja, maar hij gaat het daar niet aan, hè? Dan klopt het niet. Nee, maar van 5 naar 6 dan gaat hij al behoorlijk met een scherp uit. Ja, je de hele weg geprobeerd. En de eind van de twee van dezelfde lengte. Finish! Kom papa, weg. Nou, wij controleren de paarden op de, hoe fit ze zijn, zeg maar, om mee te doen aan deze wedstrijd. Onder andere luisteren we naar de hartslag, maar ook hoe ze erbij staan en of ze rad lopen, zeg maar, of ze goed lopen. En daarmee besluiten we of ze fit to compete zijn, dus geschikt zijn om mee te doen aan de wedstrijd qua gezondheid. 5, 4, 3, 2, 1, start! Heel succes! Ja. Misschien hadden we niet gebruikt dat het zo graag geholpen heeft. Ja, precies. Jongens, snel op! Go! Hey, 1, 12, 28. Nou, deze combinatie hiervoor is uitgesloten. Die heeft een niet herstelde parcoursfout gehad. Dat houdt in, die heeft de port C niet genomen, is daarna naar D gegaan en heeft het parcours afgemaakt en niet weer terug naar C en dan naar D.